En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Absolute Motors, waar wij elke week auto's mooier, beter en sneller maken. Deze video gaan wij het hebben over de Porsche 997 Turbo S die wij hebben omgebouwd. Wat hebben we aan deze auto gedaan? Deze auto kwam binnen als een standaard 997 Turbo S, de MK2. De eigenaar die wilde hem graag als een Sport Classic uit laten zien. Dat is best wel een uitdaging, want de Turbo S is standaard een widebody. En een Sport Classic is een narrowbody, zoals ze dat noemen. Er zit een custom voorbumper op die helemaal identiek is aan de bumper zoals de Sport Classic heeft. De koplampen die zijn voorzien van een zwarte ring. En iets wat ook heel erg opvalt aan deze auto zijn de wielen. Er zijn voegswielen, wel heel erg bekend bij Porsche. Alleen niet met de centerlock. Deze waren eigenlijk niet te vinden, dus deze hebben we laten maken, helemaal op maat. Maar om die grote keramische remmen te passen, hebben we deze geen 19 inch, maar 20 inch gemaakt. En kom even kijken hoe nou dat past bij de remmen. Kijk, de ruimte die er tussen de remklauw en het hart van de velg zit, is echt minimaal. Maar wel voldoende, zodat het in ieder geval nog wat kan bewegen. We hebben de auto ook voorzien van Sport Classic achterlichten. En dan de op maat gemaakte achterbumper van de Sport Classic. De Sport Classic heeft een smalle body, deze heeft een brede body. Dus de bumper moest daarin meegaan. Daarbij komt ook nog eens een keer dat deze auto is voorzien van turbo's, waar de Sport Classic een atmosferische motor heeft. En dat maakt het ook weer uitdagend voor de uitlaattips. Daarvoor hebben wij dus een ander uitlaatsysteem gemaakt, zodat wij de uitlaattips identiek konden maken aan die van de Sport Classic. En een heel belangrijk detail, dat is de ducktail spoiler. Standaard kent de Turbo S de spoiler die omhoog komt op het moment dat die 120 of harder rijdt. Die hebben we weggehaald. Daar hebben we de ducktail spoiler voor teruggeplaatst. Die ook nog de koeling pakt voor de motor hier via deze sleuven. Een ander ding is de strijping. Die loopt van de kofferklep voor, over het dak, door over de ducktail spoiler naar achter toe. Bij de Sport Classic heeft ze een beetje een grijsachtige tint die overeenkomt met de carrosseriekleur. De eigenaar van deze auto die wilde per se gewoon de originele kleur van deze auto behouden en dat is dus zwart metaliek. En daarvoor hebben we gekozen om een satijnzwarte strijping te kiezen die net als bij de Sport Classic gewoon heel subtiel is. Het interieur hebben we ook aangepakt. Zo hebben wij dus de klassieke onderdelen laten terugkomen in het interieur. En dat zie je dus aan de Pepita bekleding. Juist die twist vonden we wel leuk om erin te houden. De stoelen die zijn van een 997 GT3. Volledig carbon. Met dus die custom insert zoals ze dat noemen. En dat zie je ook weer terug in de deurpanelen. Want dat is net zoals bij de Sport Classic. Ook het binnenkant met een patroon bekleed. Plus dat de deurpanelen volledig voorzien zijn van leer. Zelfs de brandblusser hebben wij met Pepita bekleed. Prachtige auto toch? Dit is oprecht mijn favoriet. Eén ding aan het exterieur wat we eigenlijk het liefst anders zouden willen zien. Want als je kijkt naar de wielen en de carrosserie, dan zie je dat er eigenlijk net eventjes te veel ruimte in zit. Daarom gaat de auto worden verlaagd. En hij komt op custom Eulis onderstel. Dus dat is eigenlijk het beste van het beste wat voor deze auto mogelijk is. En daar zie je in een volgende video meer over. Nu gaan we in ieder geval even een stukje rijden, want ik wil ook laten horen hoe dit ding klinkt en laten zien hoe fantastisch zo'n wagen rijdt. Dus kom mee. Oké. Ready? Ja, wat vind ik van deze auto? Voor mij is de 997 echt favoriet. Niet alleen omdat de verhoudingen van de auto gewoon veel beter zijn dan die van de 991 of van de 992. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal persoonlijk. Ik hou van wat kleinere, wat gedrongere auto's. En dan is de 997 voor mij echt het mooiste wat er is. Het geluid van deze 997 is echt flink op vooruit gegaan. Want een Turbo S is standaard best wel stil. Ik weet niet of je het een beetje op de achtergrond kan horen, maar deze die klinkt in ieder geval een stuk beter. Luister maar. En fucking snel. Holy shit. Wow. Niet normaal. Oké, beetje rustig aan, want we mogen uiteindelijk niet harder dan 100 hier. Het interieur hebben we natuurlijk laten zien, is voorzien van de kuipstoelen uit de GT3. Ja, die zitten geweldig. Ik ben een klein, dik gedrongen mannetje, maar ik pas perfect in deze stoelen.
Dus ik zou het wel weten als ik een 997 zou hebben. Ja, de 997 rijdt wat mij betreft een stuk meer, ja, echter dan, de nieuwe Porsche. De nieuwe Porsches rijden perfect, maar dat is misschien ook wel hetgene wat het dan weer iets minder leuk maakt. Dit is wat rauwer, je hoort wat meer geratel, je voelt wat meer in de weg. En dat terwijl het nog een turbo is en nog niet eens een GT3 of een GT2. We gaan eventjes van 0 naar 100. We gaan geen launch control doen, maar gewoon eens even kijken wat het aanvoelt als je gewoon vol gas naar de 100 gaat. Komt ie. Holy shit. Oké. Nou, dat ging vrij snel, want we zaten hier al over op de 101, 102 zoiets. Ja, dit is leuk. Dit is nou een leuke auto om te hebben. Maar een ding is zeker, dit ding is snel. Ziek snel. En dan nog met zo'n uiterlijk. Dat is toch het beste van beide werelden. Nou, we zijn weer bij Absolute Motors aangekomen. Dit was het voor deze video. Bedankt voor het kijken en laat even in de comments weten wat je ervan vindt. En ik zie je graag terug bij de volgende video van Absolute Motors.